Periode gedoogd beleid aanmaak EID verlengd. De periode van het gedoogd beleid van minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken voor mensen die 18 jaar en ouder zijn, maar nog nooit eerder een ID-kaart hebben gemaakt, is verlengd tot en met mei 2020. Dit houdt in dat deze gevoelige groep tot en met mei 2020 kosteloos en dus ook gevrijwaard van de boete een EID-kaart kan aanvragen, zegt Valerie Vinci, manager Printhouse Suriname van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Vanaf mei 2020 zullen bij de aanvraag de kosten van 75 SRD als ook de boete van 200 SRD moeten worden betaald. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.